Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 12 september van Weerplaza. Het was vandaag een wisselvallige dag. Zon en wolken zagen we voorbij komen, maar ook een paar buien. We hadden te maken met een zuidwestelijke stroming aanvoer van heldere en onstabiele lucht rondom een lagedrukgebied boven de Noordzee. Dit lagedrukgebied trekt geleidelijk aan naar het noorden en maakt plaats voor een andere depressie, en die brengt morgen heel veel wind. De eerste hermstor, daar krijgen we mee te maken. De buien van vanmiddag die kunnen we met de regenradar goed zien. Met name boven het noorden en het oosten zitten er een paar buien. Vanavond valt er nog een enkele, soms klaart het op. Maar later vanavond raakt het bewolkt. En vannacht trekt een gebied met bewolking en regen van west naar oost over ons land. De temperatuur daalt naar 11 tot 13 graden. De wind draait naar het zuidwesten en als de regen voorbij getrokken is... Trekt de wind flink aan. Aan het einde van de nacht, begin van de ochtend, stormt het al langs de kust vanuit het westen windkracht 9. En later op de dag gaat het zelfs mogelijk zwaar stormen in het Waddengebied windkracht 10. En verder vallen er geregeld buien, maar tussen de buien door is er ook wel ruimte voor de zon. En met 15 tot 18 graden is het dan vrij koel. Cool. In de loop van de dag zal de wind geleidelijk aan gaan liggen. Donderdag waait het minder hard vanuit het westen, windkracht 4 tot 5. Het is nog wisselend, met zon, wolken en een paar buien, mogelijk met onweer. En met 15 graden is het vrij koel cool voor de tijd van het jaar. Zaterdag en vrijdag is het dan ook nog wisselvallig, maar staat er minder wind. En de temperatuur gaat geleidelijk aan ietsjes omhoog, naar 16 tot 17 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.